We gaan even kijken naar de volgende video. Remix versus Matt is als langs van de Rotterdamse baas tegen Amsterdamse Oesie. Nee, knip man. Broek, Amsterdam. Ik heb een maatjes als een future Oesie. Ik laat deze dikzak kung fu zien. Biatch noemen Bruce Lee. Biatch? Ik ben niet zo origineel, maar ik ken één bitch die met hem alleen een orgie wil. Wie is die bitch dan? Door die vis naar mijn landen aan de bek. Ja man. Ik heb respect voor Insteno. Klootzak. Ik heb respect voor Insteno. Ik wil eigenlijk niet eens in je leven doen hebben. Maar toen zei hij hier zijn doel gedraald. Jezus. Hij werd zwaar onzeker. Ja, er ontstonden meteen wat aarzelingen. Dus in battle rap heb je een grote bek. Maar in real life laat ik toch meteen de tonen lachen zingen. Want mijn vriendin heb jou nog nooit wat aangedaan. Maar dan is deze zomaar zo. Ik toon een tentoonstelling gaf er toon meteen wonen toon. Ja, jullie zagen hier drie fragmenten. Alle drie uit een andere POB tijdperk. Je ziet hier ook de verschillende logo's. Van de first gen tot de teams waar we nu in zitten. Ja, wat vinden jullie persoonlijk de tofste gen van POB en waarom? Ja, ik ga sowieso voor de linker logo, man. Punch Out Battles. First gen? De first gen, man. Oh, ik vind dat heel moeilijk. Kijk, het is gewoon begonnen bij de eerste gen en toen... Wat ik tof vond is dat dit echt uit de scene zelf georganiseerd is. Ja. Ik denk ook een heel stuk nostalgie. Mm. Dus omdat echt is waarmee ik zeg maar ben opgegroeid. Ja, en ja. Dat had toen wel de meeste impact op mezelf gemaakt, man. Ik kom uit de tijd dat Eetma werd uitgebracht. En toen allemaal partijen sprongen bovenop battle rap. Ja. BNN of NPO. Maar ja, zodra die hype voorbij is, wordt het weer gedropt. Ja, ja. Dit is vanuit de scene zelf en daarom bestaat het al zo lang. Dus... Omdat ik toen ook naar heel veel mensen opkeek. Ja. En het heeft mij echt zoveel geïnspireerd. Dus eigenlijk gewoon door de impact die het op mij heeft gehad en door de nostalgie ga ik voor de eerste gen. Ik ga dan toch voor de eerste gen omdat het daarmee begon. De nostalgie zeg maar, de start. Ja, ik vind het ook gewoon tof om te zien. Die beelden zien er ook al gelijk ouder uit, maar ook die jonge kopjes die je allemaal ziet. Ja, ja. De meeste een paar kilootjes minder ook, dus ik vond dat dope. Ja, okay. Eerst was ik vooral echt fan. En een stukje later dacht ik van, no man, ik moet Je zag een paar mensen dat je dacht, jou kan ik slijzen, man. Ja, man. Nee, kijk, ik hoop dat POB Team zich gaat ontwikkelen in de volgende keuze die ik zou maken. Maar nu moet ik me wel gewoon aansluiten bij Kimo. Ook omdat de diversiteit van de mensen die meededen gewoon het hoogste was, weet je wel. Ik was altijd mensen aan het dissen in de buurt en zo, snap je? Ja. Dus ik freestyle altijd al. Ik had zelfs een keer een meisje laten huilen omdat ik aan het vlammen was. Ja, het was gewoon minder... authentiek, minder divers, minder... Ja. Snap je? Ja, je had Stef en Keus die killden en waren wat battles hier daartussen, weet je. Toen dacht ik, ja, ik heb er wel spijt van, jeetje, of sowieso nog. Ik had er echt spijt van. Ja, maar het was niet dat het zich echt uitdaagde. Ja. En vroeger met bijvoorbeeld Husse en Menes en al, weet je wel, het kon alle kanten op gaan. Ja. En ja, het voelde wat meer voorspelbaarder of zo, van je kan zien waar het naartoe gaat. Maar toen dacht ik wel van, oké, als ik iedereen loop te dissen en zo, dan moet ik ook daar bij die andere killers gaan, snap je? Ja, 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 maar dat voelde wel raar. Jij was in de eerste gen zelfs jurylid aan het begin. Ik was bij die battle, man, van Chris Matt tegen Remix. Ik was jury daar. Ja. Ik ben echt fan, dus ik was daar opeens backstage, eerste battle, opeens. Ik zie Sensei, ik zie Husse, ik zie de mensen Rafaelik en shit. Ik denk, oh nee, je weet gewoon. Ja. Ik was gewoon Star Trek. Dat was wel een momentje, je voelde ook gewoon de vibe in de zaal. Je voelde echt dat er iets nieuws ontstond, wat er nog niet was. Ik was daar, je ziet me ook. Toen het eerste seizoen was ik nog echt jong, joh. Ja. Het is ook wel de golden era, naar mijn mening. Ja. Alleen, het was... De schrijfstijl van iedereen was zeg maar anders dan wat mensen nu doen. Dat was mooi, maar ja, dat was inderdaad de geboorte ervan een beetje. Ja. En inderdaad, wat Don ook zegt, veel meer verschillend talent of zo, man. Ja, ja. Het werd later een beetje, gewoon had je een paar uitschieters en de rest was een beetje, Mensen zijn wat dieper bijvoorbeeld op nameflips, merk ik heel erg. Weet je, pre-lag bij het eerste event, heel veel JPEG flips. Ja. Dat is wel raar, bro, omdat er is nu veel meer om van af te kijken, qua wat er al is of zo. Maar misschien juist daarom dat ze een soort van, ik weet niet, een beetje op elkaar lijken of zo, sommigen, en minder origineel zijn.
links tegen raak, je toch? Ja, links met al die flips. Ja. Panorama raak. Ja, wat ik ook denk, bij de eerste waren er veel mensen die al meededen, die hadden al een geschiedenis in battle rap op andere platforms. Ja. Ik zeg je eerlijk, Punch-Out, het eerste seizoen, dat is een... daar ligt niet eens het niveau heel erg hoog, maar dat is gewoon een soort van nostalgie. Weet je, en ik zat ook tegen Estrada, maar ik weet ook dat andere mensen ook heel ziek op een nameflip game kunnen gaan. Weet je, Kenzo had ook, weet je, van Long Range krijg je Kenny D, zelfde drie net als Kenny D. Ja, ja. Bij saxofoon, blaas helemaal ver als speelt Kenny G. Weet je, fucking ziek. Heel vaak als mensen spreken, zeggen ze ja, maar ik mis die of ik mis die. Kijk, ik denk wel, er komt elke keer een nieuwe lichting en die hebben ook tijd nodig om weer warm te draaien. Maar... Het laatste voorbeeld, Mitch en Toji bijvoorbeeld, die waren op een gegeven moment wel echt geleveld als. Daar is het begonnen, daar is het ontstaan, daar zijn hè, bepaalde... bepaalde trends, bepaalde lines, het hele karkas is daar ontstaan. Ja. Dus dat heb gewoon een soort van plekje in het hart, denk ik. Mm-hmm. Voor mij persoonlijk, ja, ik klinkt misschien dan nog een beetje biased, maar ik vind Teams eigenlijk dan wel de... Qua bars dan, hè, want ik ben echt barmannetje. Ja. Teams eigenlijk een van de dopere seizoenen, als ik mag zeggen. Ja. Ik denk sowieso dat onze volksmentaliteit gewoon heel anders was destijds. Volksmentaliteit? En, ja, gewoon, ik weet niet of dat een woord is, ik verzin dat ook maar gewoon. Maar dat vroeger mensen veel meer bereid waren om te doen zonder er iets voor terug te krijgen. Weet je wel? Ja, daar is dan wel ook heel veel talent vanuit gekomen. Maar ik denk dat daar echt de liefde voor de sport is ontstaan. Ook. Okay. Je hebt het gevoel dat er echt een evaluatie is gebeurd het schrijven. Zeker. Alleen de reden waarom mensen geen credit willen geven, dezelfde mensen dan, is omdat... Nostalgie. Ja, precies. Ja, en dat nu mensen gewoon veel kapitalistischer zijn en daarom niet die beslissing maken om ergens zoveel tijd in te gaan investeren waar ze dat niet in terug van krijgen. Maar bars is ook met de jaren wat minder belangrijk geworden ofzo. Ik denk dat ik dan dat het tofste seizoen vond. Oké, de next gen. Next gen. En ze hadden het een keertje heel mooi naar live gezet. Zet dezelfde formatie van Wu-Tang neer, maar andere mensen. Niemand gaat naar hen willen luisteren. Wij zijn nog van een generatie die een beetje andere soort basis hebben. Ja, daar is het ontstaan. Daar ben ik het gaan kijken, ben ik het gaan volgen. Ben ik ook zelf mensen op het schoolplein gaan dissen. ja, daar is het begonnen. Snap je? Je wilt met mensen, je wilt Inspect the Deck, je wilt Jizza, RZA. Iedereen wil je zien. Maar als er zodra nieuwe boys zijn die van Staten Island zijn, we doen een fuck. Ja, precies. En nu is het allemaal, ja, nu moet je gewoon viraal gaan, zeg maar. Ja, en is dat heeft ook wel de inhoud wat minder belangrijk. Battle rap. Ja man, ik vind wel dat hij daar een punt heeft. En dat is, voornamelijk heeft dat ook echt met nostalgie te maken. Ik denk wel dat sommige MC's van vroeger wel echt gewoon heel goed waren. Dus dat heeft gewoon niet met nostalgie te maken. Ja. Wow, dat is moeilijk. Ik vind de nieuwere generaties toffer, want die zijn meer gericht op echt bars en punchlines. Voor mijn gevoel waren er wel meer mensen die beter waren. Dus ik zie het wel een beetje als K1. Dus vroeger had je Remy Bojaski, Papap, je had ze allemaal. De OG man. Ik vind de first gen. Ja, maar ik denk ook een beetje om dezelfde reden als Mitch. Hè? Voor mij begon het daar. Maar ik denk wel dat het niveau op bepaalde vlakken wel hoger ligt dan dat het vroeger zeg maar lag. Okay. Kijk, my guy komt daar ook aan. Huh? Let's go. Maar er wordt veel gezegd over Team België, toch? Maar laat ik het stukje van Fiction terug en dan zie je ook eronder wordt ook opgeschreven, zeg maar... Ondertiteling. Ja, die ondertiteling, toch? Wat een grip wordt. En ja, weet je, op hem werd ook veel geslapen en er zat echt nog bars tussen, hoor. Ja, zeker. Dus het is ook niet zo dat het helemaal niet zo is. Ja. En vroeger was het meer echt zo... FBI-werk of jokes. Ja, ja, ja. Zo gaan uitzoeken wat er met mijn familie is gebeurd. En nu... Mensen hun exen berichten en dat soort dingen. En nu is het echt meer de hip-hop vorm van punchlines en metaforen, dubbele rijmen, echt die dingen. Die vind ik nicer. En nu ga ik misschien niet zeggen wat sommige mensen op hun pik gaan trappen, maar ik vond het talent daar in de eerste... Generatie. Er zaten meerdere talenten in dan in de next gen, naar mijn mening. Okay. Kijk, bijvoorbeeld een Links, pak een Links of een Dontata van nu. Ja. Die zou gewoon Fakabati. De mensen van toen aankunnen. Ja, die zou gewoon 50% van toen gewoon slopen, snap je? Laat mij het gewoon eerlijk zeggen, bro. Hij doet een beetje te veel nerds nu mee. Je weet toch ook wat hij zegt, sommige boys van die Team België of die Fiction of zo. Hij kan wel rappen, maar... Je weet toch, het is alleen bars, je weet toch. Je moet het gewoon op papier lezen en dan, oh ja, hij zegt wel iets. Ik denk dat
POB Teams, het huidige concept, zeg maar, daar kijk ik naar uit. Ik denk dat dat het indrukwekkendste gaat worden. Omdat volgens mij deden er meer mensen mee die ook buiten op straat gewoon battelden. Ja, mensen en, die al veel battle-ervaring hadden. Dat, zeg maar, dat. Ja. En nu, toen is er ook een heel forum battle ding ontstaan. In bepaalde opzichten is de old gen ook wel een beetje overreden. Snap je? Ja, ja. En de new gen een beetje... door die nostalgie, zeg maar. Door die nostalgie, snap je? Ja. En de new gen wel een beetje underrated. Want okay. Ik ben het echt eens met Aziz. Als je echt gaat kijken naar het publiek... Het publiek is slimmer geworden. Mm-hmm. En ik vind wel dat er veel meer bars worden gegooid eigenlijk, ja. Snap je? Ja. Maar als jij het niet kan overbrengen... Er is geen delivery. Omdat jij niet echt weet hoe je staat te deliveren, dan houdt het voor mij wel een beetje op. Ik ben het niet helemaal met je eens. Nee? Ik vind wel dat hij het goed delivert, alleen dat hebben we ook in het... Want we hebben al een maatstaf, weet je wel? We hebben al iets dat we moeten bewijzen. Kunnen we het niet minder gaan doen dan de vorige generatie. Toen zag je ook andere mensen die meededen. Weet je, en de cultuur is veranderd. Ik zeg niet dat het slecht is. Ja. Maar ja, ik vind toch het talent wat daar zat, vond ik iets rauwer. Ja. Dan wat in Next Gen kwam. Het is die middelste Teams. Ja, dat is die waar we nu in zitten. Teams is net begonnen. Ja. Het eerste seizoen was nog een beetje zoeken. Nee, bro, als je nou deze man dan ziet, dan valt het helemaal in het niet. Kijk, hij laat het meer ademen, toch? En Fiction die plakt het, zeg maar. Te veel achter elkaar. Ja. Je, er zitten heel veel rijmschema's, veel bars in, maar het komt niet allemaal aan omdat die te snel achter elkaar. Dus er zit verbetering in. De mogelijkheden zijn er nu ook wel met de verschillende met de teams die er nu zijn. En het groot potentieel dat aanwezig is binnen de battlers. Zonder dat ik hier antwoord op geef, zeg maar. Ik vind wel met Punch-Out First Gen. Heel veel mensen zien die top, die laatste 16. Ja. Maar heel veel mensen. Er waren ook heel veel kakka battles. Er waren zoveel kakka mensen. Ja. Gewoon. Ja, het wordt toch tussen Next Gen en seizoen 1. Maar Next Gen was toch wel, heb ik toch wel de meeste herinneringen. Maar ik kan niet zeggen dat hij het echt slecht delivered. Nee, ik neem hem gewoon als voorbeeld, man. Ja, maar dat is wel een beetje nu, je hebt meer nerds die meedoen aan battle rap dan echt MC's, echt rappers, weet je toch? Ik denk dat mensen gewoon echt van nostalgie houden en gewoon die battle rappers eens willen terugzien. Dat de reden meer is dat ze dat posten. Ja. Maar ja, ik kan er al wel meer op noemen uit de old gen dan de next gen. Ook omdat ik er een beetje... Zelf middenin zat. En dan volg je het echt als een serie, zeg maar. Ja. Thuis gingen we ook echt allemaal ervoor zitten. Je had allemaal kleine verhaaltjes aan de zijkant die dan een eigen leven leiden. Ja, inderdaad, want ze hebben ze waren er waarschijnlijk bij en ze willen dat dan terug herbeleven. En ja, I don't know. Ik denk dat dat echt de grootste reden is. Want vroeger waren er ook heel veel battles die dan niet... Die kaka waren. Ja, die echt kaka, snap je? Dus, ja. Ik ga je eerlijk zeggen, dat is een periode geweest dat ik battle rap in Nederland het minst lauw vond. Okay. Want op een duur had ik een beetje het idee dat het gewoon ging om, oké, hoeveel dirt kan jij vinden op jouw tegenstander? Ja, ja. Wij hebben ook... Een eerste keus, een Stef. Ja. Ik bedoel, als jij Huse tegen een Stef neerzet, bro, dan hebben ze alle twee evenveel kans om te winnen. Ja. Dat het minder ging om echt skills. Inhoudelijke bars en toffe lines. En dat exact, man. Dan was het gewoon oké, zoveel mogelijk personals pakken en zo grof mogelijk. Ja. Dat vond ik toen wel een beetje jammer. Ik zou jullie zeggen, ik denk dat het een ding is dat vroeger het ook belangrijker was dat mensen authentiek waren en hun eigen stijl hadden, toch? Ja. En daar werd ook veel meer naar gekeken. En daarom waren die stijlen allemaal zoveel verschillender. En nu is het allemaal een soort van een kopie van je eigen versie van URL, toch? Ja, maar ik denk, ze onthouden enkel de goede battles dan en willen dan dat terughalen, zo gezegd maar. En Huus is teringdope, maar Stef is ook teringdope. Ja, ik denk wel dat onze top, die top net zo'n gevaarlijke top kan zijn als... First Gen top. Ja. De skill was wel hoger, maar het is de content waarmee de MC's kwamen. Het leek net alsof ze Punch-Out hebben gezien en ja, dan de hardste battles waar dirt in voorkwam, dat als template gebruikt. En dat is gewoon van een... En dat is eigenlijk wat het is. En vroeger maakte iedereen ook muziek naast dat ze rapten. Jij doet ook muziek maken, maar veel gasten nu maken niet eens muziek, bro. Nee. Zijn niet eens rappers uit. Ze schrijven gewoon bars. Ze doen gewoon wel battelen. Ja, en omdat dat zonder beat is, komen ze er soort van mee weg. Dat is een beetje het verschil met vroeger. Die boys waren toen vroeger veel, hebben ook nu gewoon een deal gekregen later en zo. Je weet wel, dus... Ja, true that. Ja, man. True that. De MC's van POB Teams, wie zou hem pakken? Teams. Ja? Ja. Wat denk jij? Teams. Toch wel? Ja. Maar wij hebben ook heel veel kakka. Ja. Bijvoorbeeld Elker Bijs, die heeft me uitgedaagd. Ja, ik weet niet waar hij het lef vandaan haalt, die is gewoon kakka. Dat zie je niet zitten. Nee, trouwens, die komt ook uit jullie generatie, die is kakka.
Okay, fair enough. Fair enough. Dus niet echt de essence meer begrijpen van rap, wat een battle, ja, battle is. Het ging minder om skill. Nee. Daarom vond ik eerst de keuze zo lauw. Dat is gewoon droog. Ja, had niet echt veel dirt nodig. Ja. Hij is jouw dirt. Ja. Oké, en ik wil dan eigenlijk met jullie even langs alle drie de gens ook gaan. En ik ben eigenlijk benieuwd wie is de persoon die voor jou in die generatie het meest eruit sprong, zeg maar. Dus de top cat, laten we het maar even zo noemen. Beginnen we bij de first gen. Ik zie je al, je zit al naast je. Noem een captain op die 5 battles heeft gedaan en die nu captain is. Ik wacht. Ah, tering, dat vind ik echt moeilijk, man. Maar ja, Kaaskoes, Mennis. Ik vond Surya ook heel hard, maar die was niet altijd bij. Maar toch mensen. Eén naam. Ja, ik wou net zeggen, als je dat moet verkleinen naar één naam. Het zegt iets toch, dat hij al gewoon captain is, toch? Ja. En ja, hij heeft ook een goede team samengesteld, toch? En die man had ook behind the punches, toch? Ik vind Kaaskoes ook wel echt een gezicht, zeg maar, van die lichting, denk ik. Bro, ik ben altijd fan geweest van Punch-Out, bro. Ja, nog steeds, bro. Voor ik meedeed, toen ik meedeed, toen ik niet meer meedeed, nu ik coach ben. Ben fan. Ook omdat hij echt wel zijn eigen soort van stijl ervan maakte. Dus je bars, maar hij maakt het ook iets theatraler. En ik weet wat de mensen nu gaan zeggen. Ja, omdat het je coach is, zeg je dat. Maar ja, voor mij is 100% Mennis. Ja. Mennis moet ik op één zetten. Okay. Snap je? Hij heeft het toernooi gewonnen en die streak van hem is ziek. Ja, snap je? Steeds onverslagen. Snap je wat ik bedoel? Dus hij is gewoon GOAT. Ja, sowieso kampioen. En ook qua battles, je kon het net ook zien. En ik vind eigenlijk sense. Omdat die man heeft maar één loss. En dat is zeg maar... Tegen de GOAT. Van de GOAT. Dus voor mij zijn er twee GOATs. Ja. En zij zijn gewoon voor mij Ronaldo en Messi. Okay. Snap je? Nou ja, Mennis heeft gewonnen, dus Mennis is de man. Ja, dat is hoe, hoe het werkt voor mij. Dat is hoe het werkt voor mij. Maar ik vind dat een open deur toch, maar... Ja, nee, tuurlijk. Maar ja... Je doet mensen tekort als je één naam noemt eigenlijk, hoor. Dat waren echt wel mensen die het hebben gedragen. Tuurlijk. En als je ook gaat kijken, Sense heeft 12 battles. Ja. 12! En die man heeft ook killers gebattled. Waldo, Killer. In die toernooi tot de finale gekomen, triple. Hij heeft ook Santios, hij heeft moeilijke tegenstanders ook gehad. En alleen maar van Mennis, terwijl Mennis was ook die tijd. Ik ken zoveel shit van Mennis uit mijn hoofd. Ja. Ik heb sommige battles wel 35 tot 70 keer gekeken, omdat ik hem gewoon het hardste vond. Onverslaanbaar, want de crowd. Snap je, Mennis was gewoon Mennis, broer. Hij was die duivel in het vuur en shit, je weet toch. Snap je? Hij had de mensen mee ook, snap je? Ja, ja, ja. En dus hun twee, man. Hun twee, voor mij, ik zweer het je, man. Petje af, bro. Hij wist iemand op te pakken, te ontleden, te ontkrachten. Ja. Hij deed iets wat ik in battle rap nog nooit had gezien. En uiteindelijk vind ik Huse een veel creatievere battle rapper, weet je wel. Ja, ook wel. Maar ja, uiteindelijk gaat het om van je moet ook presteren wanneer het belangrijk is, weet je wel. En dat is eigenlijk het belangrijkste, denk ik. Dus, en dat, er is niemand die dat zo goed heeft gedaan als Mennis. Nou, we gonna talk, Sense. We hebben nog een battle staan, hè. Okay. Het is zo lang geleden. Van de first gen? Dat vind ik tof aan Mennis. Gekke nameflips. Ja, Terry, man. Terry. Honorable mention, Kaaskoes. Eigenlijk een gedeelde nummer 1 spot. Okay. Vanwege de karakter. Hoe kan ik het beste uitleggen? Hi. Ewa kan bijst. Fuck off. Sorry. Ewa, ga zitten, jongen. Hoe is het? Rustig. Ja, toch? Cool, bro. Ja. Lekker man, El Carby is in the building. Ja, welkom, welkom. Terry is gewoon die Amsterdamse Kaaskoes en andersom. Gewoon die droge, weet je nog, voor de cam en naast de cam zijn het gewoon dezelfde guy. Mennis. Sommige mensen noemen mij zelfs nog Paul. Ja? Ja, dat zijn niet echt de populairste guys bij het publiek, man. Ik heb twee die wel echt mijn favoriet waren. Okay. De Consequentie, vond ik gruwelijk, en Chique. Okay. En dat ook een beetje zo'n leuke cadans, toch? Ja, de original Steph eigenlijk, die twee. Ja, die was gewoon de beste karaktermoord. Elke battle gewoon een stapje hoger. Gewoon volledig zijn tegenstander ontleed en afgebroken gewoon. Ik hoorde dus van Taser dat mensen op straat hem ook gewoon, als mensen hem tegenkomen, dat ze ook dat het eerste is wat ze zeggen. Ja, dat is echt man. Ja, de essentie van het leven niet als daar
pal voor je neus. Ja. Ik ga stuk. Eerste battle tegen Noah, ik ging als enige al helemaal stuk, want ik snapte al wat hij aan het doen was. Ja, ja, ja. Hij had echt een echte unieke stijl. Echte unieke stijl, bro. Ja, ja. Ik mocht maar één of twee. Je weet toch? Dus, okay. Maar die namen ook. Het zijn wel de Legends. Legends. Ja. Waar was ik ook fan van. Daar heb ik ook naar opgekeken. Ik noemde expliciet mijn favoriet, gewoon de stijl. En, ja, ja, ja. Kaskus toch wel. Ja, Sensei, man. Oké. Okay. Dat is voor mij... Dat is die guy. Ja, dat is die guy. Oké. Okay. Die naam echt ook met wordplay en met een brood. Die zit het heel gek in elkaar. Ja. Double rhymes. Ja, met Fanny ook gewoon. Mijn top 3 is Menace, Sense, Husse. Oké. Okay. Die drie. Dat is voor mij dat ik zeg, ik vind jullie de drie beste. Ik weet niet, man. Iets aan Kaskus had me altijd wel te pakken. Misschien was het omdat ik toen ook wel redelijk gele tanden had. En dat is... Voordat ik hem gebattled had, vond ik hem al een van de hardste. Ja. En ook inderdaad, waar we het net over hadden, zijn keelstreek stond toen al ook op 9 of zo. Ik heb hem nog vaak geprobeerd ook terug te trekken naar battle rap, maar is me niet gelukt. Oké, okay. geen chique in Team Gino. Nee, man. Consequentie ook geprobeerd, hem kon ik niet eens achterhalen waar hij verbleef, dus nee man. Ik snap nooit waarom nooit Husse tegen Menace heeft gebattled. Ik ben nog steeds boos op Arshout. Dat die battle nooit heeft plaatsgevonden. Menace zei ook wel dat hij die battle wel graag had gezien ook, man. Ik vind die shit raar dat het niet is gebeurd. Ik ben boos. Ik straight up, ik ben boos. Ik zweer, ik zou uit mijn eigen zak, broer. Eike, je hoort dit. Fix deze battle, man. Ja, man. Want ja, die moest gefixt worden. De grenzen zijn verlicht ineens. Ik kan rembattler worden. Kijk me hier nu zitten. Dus weet je, dus. Nee, ik echt wel. Kaskus keek ik enorm naar op. Ja. Ja, en ik had hem nooit gesproken of zo. Ja, misschien een keer een box, maar nooit echt. Behalve toen op het laatste event dat we elkaar echt een keer spraken. Maar, ook omdat ik het met hem heb afgesloten, is hij voor mij wel. De top tier, zeg maar. Ja, man. Ja, maar die twee, dat waren voor mij wel underrated MC's van de eerste seizoen. Van die era vind ik, zeg maar, Stef gewoon de GOAT van, van die era, zeg maar. Toch? Ja. Hij heeft gewoon, hoe die binnenkwam met die impact, de tegenstanders die hij heeft gehad, die opschudding die hij veroorzaakte. Ja. Next gen, dat is al moeilijker. Ja. Ik zeg Stef en natuurlijk deze man hier zo naast me. Satisfied. Stef, Satisfied en Keus. Die drie, man, dat ik zeg van ja. Ja, Stef heeft natuurlijk wel heel dope battles neergezet. Ja, dat vraagt me wel wat, man. Want er zijn wel echt veel goede MC's. En ik probeer ook altijd niet, zeg maar, de cliché antwoorden te geven. Ja. Bijvoorbeeld, tuurlijk, bij seizoen 1, tuurlijk Menace, weet je. Ja. Sensei, tuurlijk. Ja. Alleen ik wil niet de standaard antwoord geven. Maar. Ik denk, bij Next Gen kan ik niet echt een duidelijke keuze geven. Okay. Daar was echt heel veel verschillen die ik echt goed vond. Next Gen, ja, Satisfied inderdaad, popt eruit. Thank you. Keus ook. Mm. Het is ook obvious dan om Stef te noemen, maar... Giant, Stef, Cooper. Kom ook heel goed, eerste keus. Noozy, ja, ik kan er meer dan die opnoemen, ja. Giant was ook wel echt... Ja. Ik kwam pas sinds vorig jaar achter bij de Next Gen, zeg maar. Ja. Dat allemaal gaande was. Stef toch wel. Stef? Hij had zo de manier om geen filter te hebben, maar het wel correct te weten verwoorden, waardoor dat hij ermee weg kon komen, zeg maar. Waardoor het daadwerkelijk grappig was zonder ondertoon. Ik wist alleen van seizoen 1 wat af. Dus ik moest echt goed mijn huiswerk doen. En toen... Je moest even Giant inlopen, al de best van Giant al zijn Lusso al. Ja, dus ik had alleen een compilatie om te zien. Ik dacht van, hij dope. Waardoor dat hij niet de engel bedoelde, maar waardoor je wel de onderliggende engel zag, zeg maar, als je het achteraf bekijkt. Ja. Ik kan het al niet imagine wat hij voor 3 volledige rondes zou doen van 2 minuten of zo. Ja. Of het fragment net, hoe hij juist deed bijvoorbeeld, dat verklaart ook gewoon echt die stijl, die hele ongefilterdheid, zeg maar. Ja, dat wel. Hij had ook echt een karakter, Giant. Ja. Giant was echt iemand, dat vond ik ook een klein beetje het verschil tussen seizoen 1 en daarna. Ik had wel het idee dat seizoen 1... een soort van meer eigen persoonlijkheden had. Verschillende mensen. Snap je? Veel meer verschillende mensen. Eerste keus voor mij, man. En later begon ik het wel, had ik wel het idee dat, zeg maar, veel shit ook op elkaar leek. Ja. Snap je? Nou ja, sowieso. Ik denk, hè, het is vervelend hoe het toernooi is geëindigd. Maar ik denk, als die jongens gewoon tegen elkaar gaan battelen, hè, eerste keus aan Stef, dan had eerste keus gewonnen van Stef. Okay. En dan had eerste keus op de finale gewonnen van Nick Veen. We zagen Giant, je zag gewoon, okay, man, dit is... Hele nieuwe character. Een nieuwe character, snap je? Charisma, sympathiek. Gewoon een personality, snap je? Dat had ik wel echt met Giant. Ja, Nick Veen is mijn maatje. Ik heb met hem die 2 VS2 gedaan, maar ik bekijk dingen gewoon eerlijk. Ja, feitelijk. Gewoon
sodas en dan had eerste keus 100% gewonnen. Ja, niet Giant in ieder geval. Dan straight up, jullie weten allemaal waarom. Als het Fallout geweest, zo. Ik neem die jongen ook niks kwalijk. Waarom dan? Nee, moet ik even uitleggen waarom nu. Eerste keus gaan winnen. Oké. Dat durf ik heel veel geld te zetten. Je hebt mezelf die interviewvraag gesteld. Zo. Ja, maar er zijn Steph, kijkers die het niet weten. Ja, voor de kijkers. Steph heeft hem al aangepakt. Check die battle. Die is natuurlijk eraf. Ja, voor mij het gezicht van Next Gen, als ik er één kop bij moet pakken, is dat Steph. Okay. Omdat die gast kwam echt baanbrekend aan. Hij kwam binnen, zeg maar. Bro. Ik weet wel dat hij naar jou... Ik denk ook dat daar een beetje de irritatie zit, want hij heeft wel een beetje jouw stijl. Je ziet wel als je kijkt naar Giant, maar hij is geïnspireerd door jou, denk ik. Ja, denk ik. Maar satisfied weet ik wel zeker. Maar ik moet wel dan de troostprijs, wil ik het niet noemen, aan Terry geven, want okay. Terry naaide hem. Ja, zijn battle tegen Steph was wel crazy, hè? Die was, hij daar deed met Steph was untouchable. Ja, hij was onschadelijk. En in een drongenbui van, ik streef om naar jou, om als jou te schrijven. Tegen mij zegt hij, mijn humor is next level. In de cam zegt hij, Satisfied en ik hebben dezelfde humor. Dat daar is al een grap die ik niet zou maken. Eigenlijk zeg ik nu al te veel, want het ligt zo ver achter me. Terry maakte zijn hele rondes onschadelijk. Ja. Ik kan dat niet objectief echt benoemen, aangezien ik zelf... Moet je er zelf in zijn. En ik begon ook heel shitty, zeg maar. Ik begon echt letterlijk bij de bodem. En dat vond ik keihard. Maar ja, als je mij ten eerste vraagt, Stef. Keus. Stef zo, Keus en Stef, die waren echt. Ja, man. Die gingen echt ergens naartoe. Ja. Ik weet niet waarom ze gestopt zijn. Ja. Maar die springen eruit. Ja. Haat Stef verslagen. Ik heb ook staande gehouden tegen Stef. Was niet in jullie league, maar. Zeker. Het is een pittig man. Hele sterke battle. Ik vind het nog steeds jammer dat het maar 2 rondes was. Ja. Ik was echt benieuwd naar die derde ronde van die battle. Ik heb hem gezegd, we bewaren die derde voor die andere league. Maar ik was oprecht bang voor die man de eerste keer. Snap ik, nee, maar je hebt echt je mannetje gestaan, zeker weten, man. Ja. Vind je dat je hebt gewonnen? Absoluut. Nee. Sowieso deze gast Mitch, naast natuurlijk. Mij, 100%. Van het laatste event vond ik Links. Mm. Die is echt enge stijl, enge punchlines. Aziz, die is ook echt... Jensel ook even, om die te noemen. Die gast, die hoor je nooit geen woord zeggen, totdat hij zijn bek open trekt. Maar even dan niet vanuit het eigen team. Tom Tata, mijn tegenstander. Een Noozy. Is eentje om naar uit te kijken. En Mr. Satisfied. Ik ben gewoon fan van die guy. hij heeft gewoon echt hele dope shit. Taser. Tegen Bozo was echt ook ineens een. Don Tata. Okay. Gevaarlijk. Ja. Links. Oh ja, inderdaad. Gevaarlijk. Aziz. Opkoming, maar gevaarlijk. Ja. Mitch. Ja. Gevaarlijk. Ja. Ga voor een paar nekken komen, kan ik je wel vertellen. Okay. Wow, eigenlijk net dezelfde mensen die we zitten op dezelfde golf. Mr. Satisfied. Fucking hard. Ja. Heel anders dan wat ik doe, maar ik kan echt genieten van Hoe hij is. Ik zal tegen iedereen battlen, man. Taser. Die kwam echt met zijn eerste battle met 2 benen gestrekt in op Boze. Hij liet echt zien van oké, nu heb ik verantwoordelijkheid voor mijn team en ik ben ready om dat te dragen. En ik ga gewoon mensen kapot maken. Ja. Op dit moment heb ik niet echt een voorkeur dat ik zou denken van dit zou het worden. Tegen wie heb ik al goede bars geschreven, is denken. Er zijn echt veel meer harde Er zit dik talent tussen. Dave ja. Had een hele leuke eerste battle. Ja, tegen Sam. Ik denk met de juiste consistentie en groei waaraan ik nu aan het werken ben, zou ik het echt wel zien zitten om op een dag tegen Mitch wel te battelen. Oké. Ja, zeker wel. Oké, boze Mitch. Ja man, we hebben best wel heel veel Noozy trouwens. Ja. Ja. Jeeves had het ook in zich om kampioen te worden, maar die is gestopt. Vind ik jammer, want ik zag nu pas echt voor het eerst die killer potentie bij hem. Ik ken Mitch al even en ja man, zeker wel. Dat werd een hele boze battle. Yeah. Toch? Nu dacht ik van oeh, je wordt gevaarlijk. En net op het moment dat hij gevaarlijk wordt, stopt hij, dus ik ben prima. Ja. Tussen mij en Jeeves staat het 1-1, dus... Oké. Ja man. Maar wil je niet eigenlijk nog die... Beslissende dan? Nee, hoeft niet. Het is wel goed zo. Nee, is prima. Ja, nee, want ik ben niet voor niemand bang, we duiken voor niemand, maar... Heb ik Links al genoemd als talent? Ja. Oké, dope. Ja, mijn volgende battle als het aan mij ligt is tegen Links. Tegen Links. Ik ben ready voor echt een heavy main event battle. Het liefst ook gewoon
2,5 minuut of 3 minuten per ronde. Dat we gewoon volop op elkaar in kunnen beuken. Dus als iemand dat mede mogelijk zou kunnen maken, heel graag. We hebben het net al een beetje gehad over de MC's zeg maar, uit de verschillende gens. Er zijn echt een paar MC's die goede naam hebben gemaakt. Maar waar ik me wel een beetje bij afvraag van, wat is er gebeurd? Toevallig heb ik contact gehad met Altijd Chill van de week. Maar dat was gewoon even, hey, alles goed. Dit en dat. Kende die guy verder niet. Contacte hem gewoon even om maybe potentiële spot. Okay. Maar dat staat nog open. Nee, geen idee. Eigenlijk de enige mensen waarmee ik contact heb uit de old gen, uit de hele battle circuit, is sowieso Sense. Mm-hmm. Heb ik nog vaak contact mee. Ja. Cyclo. Dan moet ik even dieper nadenken. Van de eerste generatie. Daryl Insano heb ik veel contact mee. Cooper. Waudo, waar is die naartoe? Waudo. Oh, Waudo. Die had één battle gedaan, die vond ik wel leuk. En die is weg. En that's it, man. Niet meer echt van die mensen van vroeger, inderdaad. Er is een theorie dat hij is overleden, maar ik durf dat niet met garantie te zeggen. Nee, man, de boy leeft. De boy leeft gelukkig, man. De consequentie, die emo-periode, dat ging eventjes lef, maar... De boy is goed. Hij heeft nu zijn haar laten groeien en zo, dit en dat. Mag ik hier iets op zeggen? Jazeker. Want ik vind altijd dat we één iemand vergeten. Giant doet dat op dit moment super in Turkije. Man haalt miljoenen streams. Giant gaat heel lekker. Een hele dikke SO geven daarvoor dat hij het vanuit het battle circuit tot daar heb geschopt. Nee, ik had hem gegoogeld, man, want ik was ook fucking benieuwd. Want ik keek zijn shit tegen Surya terug. De consequentie tegen Surya is een van de gekste performances binnen Pancho. Dat was een gekke battle, de consequentie man. Was koulo ver voor zijn tijd, broer. Zeker, dus daar heb ik alleen mijn liefde voor, weet je wel. Want uiteindelijk is het allemaal onze droom om hier ons brood van te maken. En er zijn er maar altijd een paar die dit lukken. Die het lukt. Het is een dikke SO. En Giant is er echt een van, inderdaad. Man. Ik zie je bent goed bezig, dus ik heb alleen mijn liefde daarvoor. Okay. Surya wel, hij is professor geworden man, aan de universiteit, maar hij maakt ook weer muziek. Oké, dope. Met Robian onder andere, Stefan en Engel en het Gilde. Ik was young boy, ik wou die shit niet horen bro. Kijk die battle, dat was te saai bro. Snap je? What the fuck is dit voor saai shit bro? Dus. Maar toen werd ik ouder, ik ging terugkijken, ik dacht what the fuck nigga. Ja. Oh en Terry man, die spreek ik sowieso. Wie? Terry. Oh, Terry. Okay. Dus hij is weer actief, maar hij is heel lang gewoon... professor geweest. Ja, hij is professor, man. Oké. Okay. Ja, hij was altijd wel een slimme cat ook, hoor. Ja, sowieso. Koulo hard tegen Surya. Iedereen die niet heeft gezien de consequenties tegen Surya, check het terug. Maar in ieder geval, ik vind die man googelen. Ja. En hij doet iets met film en zo. Ja, ik hoorde dat hij inderdaad scenario's schrijft. Ja, man. Ja, hij was wel heel goed bezig, man. Ja, je kan hem ook googelen. Hij heet Thomas Meijer. Okay. Als je hem gaat googelen, zie je portfolio en zo. Ja, die man zit in de filmwereld als je... Goeie ding aan het doen dus. Thomas Meijer, shout out naar jou, man. Terry is leuk, man. Jullie hebben hem perfect geboekt om die interview te geven. Hij is tof, hè? Ja, man. Hij is die guy. Hij is die guy. Ik heb contact met de consequentie via een Ouija-board. Nou, dat is wel elke vrijdagavond. Supergezellig, supergezellig. Biertje erbij. Ja. Zet de voetbal aan. Als jullie nou zeg maar één naam zouden mogen kiezen hè, van deze verloren MC's, laat me het even zo noemen, niet neerbuigend of zo, maar die je terug zou mogen halen in de POB-ring, wie zou je dan echt graag terug willen zien? L-Deep. L-Deep? Ja man. Waarom? Hij is mijn favoriet stiekem. Oké. Okay. Als ik zeg maar niet zelf, Als je zelf niet op één stond, niet dan zou je... Battelen, ja, zeg maar, ja. Je weet toch? Ja. Is hij wel die MC die ik, man. Ja, Hightower, man. Hightower? Ja. Goed, een dope keus. Hightower was gek. Huse, man. Huse. Ja, 100% Huse. Zijn stijl lijkt misschien ook het meest wel op mijn stijl. Ja. In zijn latere battles een beetje, denk ik. Ja. Hightower is een beetje die andere kant van die munt waar Waldo ook op staat afgeprint, toch? Ja. We hadden volgens mij zelf ook een battle tegen elkaar. Ja, hun hadden een movie bars battle. Ja, ja. Alleen maar movie bars. Ja, die guy was fucking hard. Ja. Daar vond ik ook een van de... Je vraagt me dat, wie is het gezicht? Wie is voor jou... Zeg maar een gezicht van de old gen. En daar is Huse er eigenlijk ook wel een deel van. Maar. Hij connecte me meestal ook als ik een battle had gedaan over mijn performance ook weer. Oh, dope. Wat wel een soort respect kwam. Okay. Hightower, man. Hightower, ja. Zo, ik had die niet verwacht, man. Maar wel een vrede keus, man. Die battles toch van hem, maar ook. Ja. Ja, ja zijn die pad ook eenmaal op slot, man. Ja. Hightower. Wie heb jij? Die guy was, vond ik een van de hardste. Ik heb nooit tegen hem gestaan. Maar... ja, dat had ik toen de tijd al graag gewild, man. Ja. Ja, ik zou meer kijken naar wat zou de meeste impact hebben, weet je wel. Dus ik denk dan van lijpen terugbrengen zou de meeste impact brengen.
Bijvoorbeeld als je Lijpen een gekke matchup zou geven, ik weet niet wat er zou gebeuren met Punch-Out. Van misschien zou dat naar het volgende level gaan uiteindelijk. Ja, Husse. Husse is. Okay. Husse om nog een keer zien te performen na weet ik voor hoe lang, toch? Bijna een decennia. Ja. Toch? Ja. Het zal niet meer ziek zijn eigenlijk. Ja, zoals Menace en Sens. Van Menace, Husse, die battle moet gewoon nog komen. Hey, ik zeg je eerlijk man, ik betaal mee. Hij deed het ook gewoon alsof hij het de plek uit zijn duim zo. Ja, of zo. Het voelde als freestyle. Ja, dat is dat idee gewoon. Ja. Heel dus, natuurlijk. Ja, dat was eigenlijk kapot grappig. Ja. Als dat het geval is, dat je van oké, de mainstream met battle rap kan gaan blenden. Ja, dan zou het gek gaan. Menace, Husse moet gebeuren man. Wie ik terug zou willen zien, kijk. Er zijn twee. Sowieso, Husse. En ik ga je eerlijk zeggen, kijk. Mijn twee goats zijn Menace en Sens. Ja. Waldo ook natuurlijk. Maar Waldo, die heb ik echt lang niet gehoord inderdaad, man. Ja. Die had één battle, ik vond die echt wel hard. En dan zou Husse sowieso graag terug willen zien, daar sluit ik me bij aan. Maar ja. Het liefst Menace terug willen zien. Yeah. Ik denk wel dat als je naar de mainstream gaat, dat je dan over het algemeen niet terug gaat naar battle rap. Tenzij, zeg maar de beta tenzij echt, weet je. Ja, tuurlijk, maar dat kan met sponsors misschien geregeld worden. En ik kan ook wel wat bijleggen, weet je wel. Sens hebben we later nog in actie gezien tegen Triple. En je zag het was Sens 2.0. Ja. Dus. Je bent benieuwd naar Menace. Ik ben benieuwd, zo wil ik bedoelen, want dat zijn de twee goats. Ja. Ik kijk er naar uit hoe inderdaad Lijpen wel nu zou battelen. Weet je wat het is? Want toen we tegen Menace gingen battelen, Menace die gooide een paar freestyle bars terug tegen ons. Oké. Consequentie zou ik ook wel consequentie. Ja, want ik vond ook wel dat hij deed ook een ander ding. De ene goat heeft mij laten zien van broer, toen was ik goat en ik ben weer teruggekomen en goat 2.0. Ik wil weten dus dan zeg ik Menace, Menace fuck up. Het verschil zal wel wat hoger liggen inderdaad, maar man, kijk recht naar uit. Ja, gewoon Lijpen weer in de battle ring, zeg maar. Okay. Hey, deze motherfucker had het nog steeds, weet je wel. Stel, hij had geschreven gewoon. Hij had het nog steeds, weet je wel. Nee, je hoorde dat het freestyle was, maar je hoorde ook dat het kwalitatief hoog niveau battelen was. Iets als hem zie ik nu niet echt per se in teams. Ik weet niet, misschien iets wat vergelijkt was met hem. Dus ik van, okay. En ik ben met hem inderdaad wel benieuwd wat de fuck hij aan het doen is nu, weet je. Ja. Menace en Husse, man. Menace en Husse. Ik kon niet op de namen komen van de eerste generatie. Dan denk ik van, ik snap dat je gestopt bent, maar het is wel een gemis. Ja, maar net zoals met Husse, en ik bedoel de laatste battle van Sensei tegen Triple R. Als je ziet wat Sensei met Triple R doet, dan denk je van, god damn, kom battelen, weet je. Ja. Ja, voor mij, zo Oedipe of IZG's in. Oké. Die zaten sowieso in mijn top 5. In mijn lievelings, alle tijden. Dus IZG sowieso, Oedipe. Okay.